Nou ja, zorg er in ieder geval voor dat je internationale eh, financiële en monetaire systeem niet uit elkaar valt. Want dat is in 1931 gebeurd en dat zorgt ervoor nou, een hoop ellende. Hè? Dus ook 1933 daarna, eh, denk aan Hitler aan de macht komen en dergelijke meer. Had allemaal ook, vooral met 1931 te maken, denk ik. Dus we moeten proberen dat financiële systeem stabiel te houden. Eh, daar moeten alles op gericht zijn. Er zijn wel een aantal duidelijke parallellen te trekken. Ook die crisis begon in de Verenigde Staten met een heel instabiel uh, financieel systeem. En vertaalde zich toen in een eigenlijk een depressie in de hele wereldeconomie. Bracht toen ook het hele internationale systeem eigenlijk aan het wankelen. Uh, eigenlijk viel dat in 1931 twee jaar later uit elkaar met het, uh, het verlaten van de gouden standaard door Engeland. En nou ja, zo'n scenario zie je nu een klein beetje zich ook ontvouwen in die zin dat het begon met problemen in de Verenigde Staten. Een, een wankel financieel systeem wat ons allemaal aan het wankelen heeft gebracht. En het lijkt er nu op dat ook dat financiële systeem internationaal de, uh, onder enorme druk staat. En dat er risico's zouden kunnen zijn of dat er risico's zijn dat dat uit elkaar zou gaan vallen. En dan zou de parallel compleet zijn. En wat het angstwekkend maakt, is in zekere zin dat in 31 bron de, de crisis van de jaren 30 pas echt. Hè, want dat maakte het tot de grote depressie. Nou ja, dat willen we niet herhalen natuurlijk, zo'n ervaring. van het, 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 het uit elkaar vallen van het financiële systeem. Ondertussen zijn, er wel, zijn we een andere wereld verzeild geraakt. De globalisering, de, ja. de technologie is enorm. Uh, ja. Kun je eigenlijk in die zin nog wel van dezelfde economische theorieën spreken? Ik denk in grote lijnen wel, maar zoals altijd, al die vergelijkingen gaan mank tot op zekere hoogte. Een van de grote voordelen van de huidige situatie is dat we een, een multipolair eh, economisch systeem hebben met verschillende groeipoten, eh, Polen. Terwijl in de jaren 30 het eigenlijk alleen de Verenigde Staten was, eh, wat in de jaren 20 het goed deed en in de jaren 30 voor de depressie zorgde. Maar er was niet veel groei daarbuiten. Nu hebben we natuurlijk China, India, Brazilië. De groei is veel beter over de wereld verdeeld. Daardoor zou het systeem uh, minder uh, onevenwichtig moeten zijn. Dus dat is denk ik een heel belangrijk verschil met toen. Uh, het is wel een beetje een pessimistische visie. Nou ja, dat, dat laatste wat ik zei was een beetje optimistisch. Hè, van, uh, we kunnen door China of, of door India misschien uit deze depressie gered worden. Wat een heel groot verschil is, is dat er nu veel meer internationale samenwerking is dan toen. Toen was het haat en nijd tussen de grote landen in de wereldeconomie, die zoveel mogelijk elkaar probeerden dwars te zitten. Nou, nu werkt die samenwerking lang niet ideaal, maar als je het vergelijkt met de jaren 30, dan is dat, is dat dag en nacht. Dan is het, leven we nu in een paradijselijke situatie van economische samenwerking. Dus daar kun je iets optimistischer over zijn. Als er uitwegen zijn, dan kun je hopen dat ze die met elkaar nu gaan vinden. Maar er zit natuurlijk wel een heel groot probleem in de Verenigde Staten: dat daar eigenlijk geen beleid gevoerd kan worden. Dat doet ook een beetje denken aan de eerste jaren van de crisis van de jaren 30. Toen ook verschillende opties naast elkaar circuleerden. En toen kwam Roosevelt en die gaf toen echt leiding aan het herstel wat toen op gang is gekomen in vanaf 31. We moeten eigenlijk hopen dat, dat, dat er weer krachtige leiders gaan opstaan. Althans dat Obama een, een krachtige leider zich zal ontpoppen tot. Want ja, een alternatief is er denk ik niet op dit moment. Een alternatief in Europa? Ja, dat is dus haast om nog somberder van te worden. Kijk, waar we toe gedwongen worden is het met elkaar delen van de risico's. Daar leidt alles nu naar. We worden er allemaal veel slechter van als we gewoon zeggen van laat de Grieken het zelf maar uitzoeken of laat de Italianen het maar zelf uitzoeken. Waar het op neer zal komen is dat al die staatsschulden nu op een of andere manier gepoeld gaan worden of dat nieuwe staatsschuld gepoeld gaat worden met elkaar. Dat betekent eigenlijk dat we toegroeien naar één financieel uh, uh, systeem, wat ook uh, centraal ge 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 gerund zal moeten gaan worden. Ja, of we daar politiek aan toe zijn, is maar zeer de vraag. Maar dat is eigenlijk wel de logische uh, voortzetting van deze situatie. Eigenlijk de enige uitweg die we met elkaar kunnen vinden. Maar de politiek is daar duidelijk niet klaar voor.